zuur natuurlijk. Hè. Twee medailles. Allee, het kan veel slechter uiteraard. Dat hadden we vanmorgen zeker voor getekend. Maar verliezen met 4, 5, 6 seconden, ja, wat is het juist? Is natuurlijk niet zo fijn. Dat is zuur en de eerste plaats verwoud. Maar goed, ik denk dat de eindbalans sowieso vanavond wel heel positief zal zijn. Open perspectieven voor zondag? Het bewijst gewoon dat ze klaar zijn, meer dan klaar zijn. Dat ze bevestigd hebben van wat er van hen verwacht werd. Wat dat sowieso niet evident is. Zeker niet ook voor Remco, 21 jaar. En dan komt er toch redelijk wat bij kijken om dat hier te gaan waarmaken. Wout heeft al veel meer in die situatie gezeten. Maar dat ze dit vandaag hebben neergezet, is echt genoeg voor volgende week. Zouden de weersvoorspellingen misschien roet in de tijd kunnen brengen? Ja, vanaf nu is het gewoon dag per dag en iedereen is enorm gefocust op wat dat hij moet doen. Dat geldt uiteindelijk voor elke categorie. We zijn hier met een hele goede staf, iedereen wordt goed omkaderd. En dag per dag gaan we er het maximaal uithalen, zowel in de koers als naast de koers. En iedereen is klaar. Wie wordt de grootste concurrent, Alaphilippe? Er zijn er een aantal, denk ik. Ik denk als je de ploeg van Denemarken ziet, er zijn er nog een aantal zware outsiders. Ook Australië is ook zo'n land waar je. En dan hebben we het nog niet over de Italianen met Colbrelli en Trentin en noem maar op. Dus wij zijn maar een heel goed team, maar we zijn niet de enigen. Nee. Succes. Dank u.